verschillende haken. Ik hou ervan om, zeker bij het vliegvissen op snoek, een niet al te grote haak te gebruiken. Nou, je ziet al twee verschillende lengtes. Ik ga in dit geval voor de kortste. We kunnen al materiaal genoeg op en ijzer werpen, dat is niet iets wat ik graag wil. Dus we houden het mooi kort. Ja, mooi grote toch? Hoor. En inderdaad een dikke pak erop. Ja, achter snoekbaas. En op welke diepte zat er weer Bertus? Anderhalve meter. Ja, snoek water. Dus ja. Prachtige vis. Schitterend. Mooi hè? Op de streamer. Er zit het spulletje even mooi vast. Klein beetje naar beneden gebogen. We zetten de draad op. Nou, dat is heel simpel. Pakt het nu al aardig beet. Zo. Weer een snoekbaas? Ja, weer een grote snoekbaas. Zo. Minimaal toefje van dat spul en dan knippen we natuurlijk helemaal op het eind af, zo. Materiaal mooi bij elkaar gehouden. In feite altijd naar je toe binden en op het moment dat je gaat draaien, wikkelen, dan draait eigenlijk al vanzelf naar de rug van de haakstel toe. Nou, hier eigenlijk van dat bunny, wit, geel, donkergroen, roze, eigenlijk zo'n beetje alle kleuren die je kan bedenken, maar dat zijn hele vellen. Ik heb deze al door de midden geknipt. En het probleem daarbij is eigenlijk het goed afknippen. Als je hier mijn hand erheen haalt, dan zie je wel, ik heb al meteen een hele hoop los haar. Nou,
Hier word ik niet zo vrolijk van. We gaan het afknippen. En dan knippen we dat eigenlijk in dit geval van een breed stuk vooraan naar een smal stuk naar de punt toe. Zo. Nou is het de bedoeling dat we er eigenlijk een puntje aan gaan maken hier op het eind. En dat we hem eigenlijk langzaam een beetje breder laten worden. En waarom is dat? Als je de hele volle breedte gebruikt, dan komt er op een gegeven moment ook enorm veel druk op te staan. Hier krijg je echt heel erg veel gewicht in. Dus dat maakt het werpen moeilijker. Maar wat nog broeder is, het is natuurlijk maar een heel dun velletje. En door het gewicht wil het wel eens afbreken. Nou, hoe dunner het eigenlijk wordt, hoe minder gewicht het eigenlijk heeft, hoe kleiner de kans is dat het ook af gaat breken. Tweede wat we op moeten letten, is dat we gewoon echt met het schaartje heel hoog in de bont gaan knippen. Als we zomaar rustigloos erin gaan met de schaar, ja, dan knippen we al het bont weg. En dan hou je helemaal niets over. Dus de kunst is gewoon om je puntje van je schaar hoog te houden. En het op die manier iedere keer weer met het puntje af te knippen. Nou, daar gaat hij. Nou, dit is hem dan. En er valt ongetwijfeld wel weer wat bond af, maar we houden genoeg over. Kijk maar wat erop zit, dat is meer dan voldoende. En dan zie je wel, ik heb de strip hier eerst dik en op het eind mooi dun. Ik wil hem maar weer even een beetje naar boven brengen. Opbinden. Eerst een losse slag. En als je er overheen zit, kijk, dan trekken we hem aan. En nu zetten we hem in één keer keurig vast. Zo. Dikke snoekbaas. Nou, wat die lak betreft, ik ben er nooit te zuinig mee, want het is toch zo dat een snoek nogal wat tanden heeft. En die gaat met alle gemak van de wereld, met die tandjes, door ons fijne silk heen. En dat willen we natuurlijk niet. Nou, dit moeten we wel doen. Mooi stevig vastzetten natuurlijk. Over een nog natte gelakte deeltje heen. En dan palmeren we dat knijnenbond om de haakstel heen. En iedere keer weer eigenlijk laag na laag de vorige wikkeling met je vingers naar achteren drukken, zodat je het niet gaat afklimmen. Zo hou je je kopje mooi schoon.
slag na slag zitten we eromheen. Nou, dit is vol genoeg. Nu gaat het beendraad er natuurlijk weer omheen. Eindslag. Zo. Het restje. Dat knippen we af. Houden we toch nog een streepje over voor een volgende streamer. Goed afwikkelen natuurlijk. Zo. Nou, nou zijn er eigenlijk tientallen verschillende manieren om het spul af te knopen. Ik doe het altijd over mijn vinger heen. Laat ik hem zo afglijden. Nog een keertje over mijn vinger. Een slag maken ermee. Nog een keer over de vinger. Lijn erover. Met je duim een slag maken en via je nagel laat je het over het kopje afglijden. Weer stevig in de lak zitten. Dan haal het flesje er maar onder. En klaar ben je. Het enige wat je nu ook moet doen, is eigenlijk eventjes dat silk, dat flesje boe, bie of ba, hoe je het ook noemen wil, even afknippen. Dan maak je hem maar een beetje op dezelfde lengte als de staart van je bunny is. Misschien een paar centimeter eruit laten steken. Nou, dat is dus echt afval. En klaar is je streamer. En hier gaan we gegarandeerd snoeken mee vangen. Let maar op. Dan houdt deze vecht wel voor wat die waard is.